Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. En ik ben natuurlijk weer bij mijn maatje Sander van Gaming SB. Ja, dik probleem joh. Ja, het is... Weet je waarom? Nou. Dit is zo'n thread van Discord door het X. Met nul tot raar. Oh nee, hoe kan het gebeuren? Heeft dit Sander's uitleg nodig voor de kijkertjes trouwens? Nee, de kijkers krijgen geen uitleg daarover. we zijn dus een nieuwe serie begonnen. We staan nog even stil, want we gaan nog niet beginnen. We moeten eerst even de uitleg doen. We spelen Pokémon Harmony Shiny Cage Lock. Wat betekent al die woorden toch? Pokémon Harmony is een ROM-version van Pokémon Y. Met aangepaste shinies. Eigenlijk Colossian Pokémon, dus Pokémon die een beetje veranderd zijn, waardoor ze andere typing zijn. De shiny chance is 1 op 100. En verder volgens mij, ja, er zitten een paar kleine aanpassingen aan, maar niet super erg als ik het goed heb. En anders moeten we dat nog een keertje opzoeken. Is natuurlijk een Nuzlocke. Een cage lock om precies te zijn. Met een Nuzlocke, gewoon normale Nuzlocke regels. Je moet je Pokémon nickname geven. Hebben we nu nog niet gedaan, maar dat kunnen we op een later moment wel even doen. Oh, ik wel. Ja, jij wel? Oh, dat moet ik nog even doen. Dat heb ik nog niet gedaan. Doe ik misschien voor de volgende aflevering wel even. Verder is het zo dat een cage lock is dat je bij elke gym een 1-op-1 fight gaat doen met één van je Pokémon tegen de tegenstander, dus Sander tegen mij. Wij kiezen allebei één van onze eigen Pokémon, die vechten tegen elkaar. Degene die wint, die behoudt zijn Pokémon, dat is het eerste, wat best handig is. En die mag dan uit drie perks kiezen. Of je mag je Pokémon Held item geven, wat normaal dus niet mag. Of je mag je Pokémon TM usage geven, wat dus normaal ook niet mag. Of je mag hem een revive geven, dat op het moment dat hij doodgaat, dat je hem mag revive en dat je hem dus nog een keer mag gebruiken. Ook handig. Dat zijn drie hele handige perks. Verder is het belangrijk om te weten dat je mag één Pokémon maar twee keer in een cage match meenemen. En in je eindcage match. En de eindcage match is na de Pokémon League. Als we die allebei gehaald hebben. Dan full is six het on six. Is een full six on six. En degene die die wint krijgt 3 punten. Ja. Eens? Ja. Fijn. Dat is fijn. Oké. We moeten gewoon goed op elkaar letten dat het allemaal goed gaat. Verder zijn er nog andere belangrijke dingen? Ja, we moeten even onze eerste shiny Pokémon. Ja. Ik had trouwens een vraag. Zit jij aan de linkerkant of aan de rechterkant? Aan de tafel? Ja. Aan de rechterkant. Oh, wel. Ook. Ja. Oké. Kijk. Nee, ik dacht... Ik ben namelijk een meisje. En ik denk, jij bent vast de jongen. Dus dan doe ik wel even de meisje. Dus we zijn nu heel inclusief. Oh, heel goed, heel goed. Hier is mijn shiny Fennekin. Hier is mijn shiny Raphael, de Froakie. Dat is van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Nice. Ninja, snap je hem? Voor Fennekin moet ik nog even een coole naam verzinnen. Maar in ieder geval, zo ziet die Fennekin eruit. Fennekin ziet er bijna hetzelfde uit als de gewone, toch? Nee. Oh, dat dacht ik. Zeker niet, ding. Maakt het niet uit. Verder nog heel even de regels. Je mag net als bij een normale Nuzlocke, mag je elke route één Pokémon vangen, alleen één shiny Pokémon vangen. Het is voor ons allebei belangrijk dat we wel genoeg shiny Pokémon hebben, zodat we niet meteen dood zijn. Zeker met de cage matches, dus voor de eerste gym moeten we eigenlijk zorgen dat we in ieder geval allebei sowieso 2 shinies hebben. En misschien eigenlijk nog wel meer. Later wordt het alleen maar makkelijk, want op het moment dat je Sweet Sand krijgt, en die krijg je al na de eerste gym als je een combi vangt. Dan spreken we gewoon af dat we allebei een combi mogen vangen om Sweet Sand te doen. Want dan krijg je gewoon elke keer 5 encounters. Dus dan wordt het een stuk moeilijker om shinies. Een stuk makkelijker om shinies tegen te komen. Is alles duidelijk? Of heb je nog vragen? Ik ben vooral doorgelopen. Ja, nee, niet eigenlijk. Okay, ik wou een beetje de vraag doen: mogen naar huis of zo? Weet je wel, alsof het een presentatie is. Want je bracht dat echt zo. En toen dacht ik, dat is funny. Want vaak is dat de vraag die je krijgt, toch? Aan het eind van zo'n... Of wat is mijn cijfer?
dat. Ja, hoe heet maar... het? Dit was mijn presentatie, zijn er nog vragen? Ja, ja, zo ja. bracht je het. Ja. Maar ik heb nu al GSB Wait. Dus ik moet wachten. Nou, ik moet tegen Shauna vechten. Oh, oké, we gaan gewoon. Oké, let's go. Ja, zeker. We gaan zeker gewoon. Oh, check uit hoe spin doen, yo, bro. What the freak? What the freaking? Ik heb zo'n prachtig verrekin. Ik vecht tegen zo'n prachtig Fauneken. En ik heb zo'n prachtig Froakie. Froakie boy. Misschien kunnen we voor de volgende aflevering ook elkaars screen bekijken. Nee? Jawel, kan wel. Nee? Nou, dat kut. Okay. Want mijn mobiel ligt wel aan de lader. Dus dan kan mijn laptop niet aan de lader. Ik weet alleen niet of het nodig is. Het is overigens, wat wou ik nog zeggen... het is geen race, dus dat scheelt. Dat scheelt wel. Alleen kan het zijn dat we soms op elkaar moeten wachten. Zeker als we de shinies niet kunnen vinden, zeg maar. Yep. Dan kan het nog wel eens een dingetje worden. Ja. Lil M. Lil M. Cringe. Ja, zeker één. Daarom heb ik GSB gedaan. Ja, dat je er elke keer de tijd voor nam, ja. Ja, dat weet ik ook niet. Ik vond het ook echt kut eigenlijk. Ik neem aan dat ik nu naar mijn ouders moet. Nou, je moeder, ja. Ja, naar mijn moeder. I love mijn moeder, man. I love her. Het is ook denk ik beter dat we deze geen race doen. Je hebt deze game maar één keer gespeeld, toch? Ja. Ja. Ja, nee, ik ben echt slecht in deze gen. Ik vind deze gen echt leuk. Ik zeg niet dat ik de gen slecht vond, hè. Ik ben echt slecht. Nee, weet ik. Ja, nee, oké, okay, ja. Oh, ik wist ook niet of het een reactie was van... Oh, maar ik vind hem. Of dat het gewoon een opmerking uit het niet. Nee, het was gewoon een opmerking dat ik het een leuke ah, nee, oké, okay, dan is het goed. Leuke games vind. Town mapping. We map in the town. Ja, boy, yo. We liggen opeens online, want ik krijg ook zo'n town mapping. Oh. Ik heb gewoon op no gedrukt. Ja, ik ook. Ik drukte net ook op no. Nu word ik wel aangevallen door een Rhyhorn. Kibumi. Jij ook? What the frick? Yeah. We zijn soul linked. Oh nee, dit is Cagelock. Never mind. Ja, Cagelock, jongen. Cagelock. Waar moet ik nu naartoe? Nu mag je wag. Nu mag je bij Aquacord naar rechtdoor. In. Aquacord, down. Oh, deze man. Ik hoop niet dat ik nu een shiny tegenkom. Want ik heb nog geen pokeballs. Overigens, Sander. Route 2 is 100% catch rate. Dus mocht dat gebeuren, dan weet je dat. Bidoof. Oh, deze had ik sowieso Simon genoemd. Dus, dan, ja, dit niet. Maar zijn evolutie is Simons favoriete Pokémon. Voor de mensen die dat niet wisten. Dat klopt, ja. Eigenlijk vindt hij Bidoof heel kut, maar goed, hè, dat, ja, dat is bijzaak. Ik zit te denken, heb ik Stack Speed wel op vastgezet? Goeie vraging. Bunnelby, dat is echt een kut Pokémon. Die wil ik niet. Dus je favoriete Pokémon? Dat Caleb die krijgt? Ik weet niet of hij Caleb heet. Nee, want er is geen Caleb, dus ik denk het niet. Oh, hoe heet hij dan? Die Human Male. Van deze game. Oh, Tierno of... Nee. Die human male die je kan kiezen. Oh, Clement. Oh, nee, die. Oh, die kan wel Caleb heten, overigens. Dat zou best kunnen, ik weet niet. Ik weet alleen dat vrouwke dat zit in de anime, maar die jongen niet. Serena. Serena, ja, die ben ik. Alleen dan inclusive. Dat klopt, ja. All inclusive. Je bent net zo'n restaurant. Inclusive. All inclusive. Is ook een film trouwens. All inclusive? Ja. Okay. 16 maart in de bioscoop. Nee, oprecht. 16 maart in de bioscoop. Ik was laatst Puss in Boots en toen kwam er een reclame voor die film. Oh, lol. En Mincino. Een Six Goon Goon? Als deze nou dezelfde shiny heeft als dat zijn shiny heeft in Sword and Shield, dan was ik echt blij geweest. Mm-hmm, snap ik. Ik moet heel deze was overigens geen shiny, hè? Moeten we al gaan hunten eigenlijk? Mag.
Wat ga je door of ga je... Ik wil een paar encounters doen. Gewoon even snel. Ik had tech speed, dus inderdaad niet op vast gezet. Oh, dan ik ook niet, waarschijnlijk. Oh, trouwens, ik heb deze guy in 251 mansions gedaan. Niet mansions, maar je... Ja, snap ik heb wel respect voor je. Ja, ik ook. 2,5 keer de odds, hè? 2,5 keer... Ah, 2,51 keer de odds. Och. Vermoeiend. En train jij hem ook? Doen we met level cap eigenlijk voor de gyms? Oeh, dat is een hele goeie. Eigenlijk moeten we dat wel doen. Maar de eerste level cap zegt al 9 of zo, toch? Ja, maar je mag een paar levels boven de gym leaderen. Oh ja, hardcore mag dat niet. Never mind. Volgens mij bij hardcore mag je niet hoger dan zijn ace of zo, toch? Ja, en we kunnen zelf... Ja, wij kunnen wel zeggen, yo, we doen 2 levels boven de ace of 3. Ik zou 2 doen dan, denk ik. Dat is misschien wel netjes. Oké, dan mogen we tot level 14. Oh, ik dacht echt dat die eerst echt... Net 2 levels Kyoto, boven de ace vind ik een topplan, Zander. Maar dan heeft ze als ace toch een Pokémon van 12. Ik dacht dat het net als in Johto was. Dat je gewoon een level 9 Pokémon... Johto is ook gewoon kut. Nou. Dat valt er mee. Alleen het is jammer dat ze dat die level cap inderdaad niet fijn werkt. Dat ben ik wel met je eens. Maar... Gelukkig maar. Ik denk wel dat Johto kan een hele goede... Oh, ik ben blij dat ik geen Scatterbug heb trouwens. Johto kan een hele goede game kunnen zijn als ze dat gefixt hebben, hadden. Vooral Heart Gold en Soul Silver. Het is dat die level cap inderdaad zo irritant is, anders was dat mijn favoriete game misschien wel geweest. Mm-hmm. Was het vroeger ook, alleen... Ja... Toen had ik nog niet zo heel erg last van die level cap blijkbaar, want vroeger kon ik toch niks. Dus dan was het fijn als je overleveld was. Ja, precies. Yo, een Pidgey? Die Pidgey, die wil jij wel. Ah, Jongster Eggnoid, lol. De maker van deze romhack heet Eggnoid. Ah, ja, dat heb ik gezien inderdaad. Ik heb dat 251 keer gezien. Nee, vaker, want elke keer als ik stopte, dan... Ja, was ik aan het resetten en dan zag ik het ook opnieuw, maar... Dat heb ik minimaal 251 keer gezien, dus dat wist ik. En ik wist ik, want dat wist ik. Waar slaat het op? Het rijnt. Dus dan is het waar. Nee? Oh, oké. Dat is nieuwe informatie. Dat is nieuwe informatie voor me. Als ik een Bunnelby krijg, dan word ik boos. Die evolueert toch in die lelijke mol? Nou, er zijn lelijkere Pokémon. Ja, oké. Waar, Trubbish of die Evolution Line. Mr. Youngster, let's go and have a fighting. Hij is best sterk. Oh, kom je nu mee? Ik ben echt level 7. En een Bidoof. Yo, shiny? Shiny Froakie? Hoe yo? Waar heb je die gecheat? Dat niet. Oh. Nee. Nee, want die foto die je stuurde, toen had hij nog geen nickname. Waarom had ik dat dan niet direct gefixt? Zou je kunnen vragen. Goeie vraag. Daar heb ik geen antwoord op. Precies, dus ik heb hem niet gecheat. Ik had gewoon geluk de 251ste keer. In hoeverre dat nog geluk is, maar goed. Ja, yeah. Als je zo dik boven Volt zit. Mag het ook wel een keer. Ik heb even geheeld, want ik vertrouw het niet meer. Healing? Dat is Engels woord. Ja. Dit is een Zigzagoon. Ik ga ook healen. Ik weet alleen waar. Kun je bij je moeder healen of? Je kan in de aquacourt aan de rechterkant met de rode... Met de rode banners buiten kan je... Kan je healen. Cool. Fledgling? Cool. Coole Fledgling.
Oh, wel een pimpoer hoor, joh. Dat was eng. Wat? Wat bedoel je? Ik liep het bos in, ik zei shiny pimpoer. En toen was het wel een pimpoer, maar geen shiny. Wie is pimpoer ook alweer? Dat is een apie. Oh, dat is een van die apies. Ja, die ken ik. Yo, ik word inderdaad gehield. Heel ziek. Nou. Fijn dat jij dat heel ziek vindt. Ja, dat is toch ziek? Ik bedoel, nou ja, eigenlijk is het niet ziek, want je wordt gehield. Een soort krekelgeluid hier. Ja, inderdaad. Hij kwam wel stiekem wel een beetje grappig, hoor. Caterpie. Caterpieing. Caterpieing. I'm sorry, mister, but I have to caterpieing today. So I need to miss a thing from the les. Engels. Aha, nee, duidelijk. Geef me zo'n schijn in de pocket, man. Nee, dat is geen schijn in de pocket, man. Schijn in de pocket, mannen? What the freak? Ja, dat is wel crazy. Ik ga de woods in. Saltern Forest. De Santaloon Forest. Nou, goed. Ace Trainer Archie in Helioptile. Die heeft hij normaal niet, volgens mij. Waarom ben ik al met die Shauna? Is er geen dual battle top? Nee. Roselia, die heb ik shiny. Nu hoop ik wel op een Roselia. Dat zou wel een goede coverage zijn, oprecht. Dat klopt, ja. Daarom zou ik ook best wel een Pampoer willen. Welke is dat? Is dat de Water? De Water. De Water? Water? Water. Water in a bottle. Bottle of water. Een bottle of water. Ja, ja, die ja. Of zit die Pampoer niet in een bottle? Met appot. Met een paard. Deze zit in een pot, die Pampoer zit in een bottle. We hebben wel iets met potjes en dekseltjes en flesjes en dingetjes en dingetjes. Op elk potje pak ze een dekseltje. Op elk potje pas wel een dekseltje. Ik heb ook zo'n Pampoer tegengekomen trouwens. Maar dat is wel waar. Ik hoop wel dat ik nu loop naar een pokebal. Of ik loop naar de uitgang, dat kan ook. Ik ga weer vielen, want ik vertrouw het niet. Ik wil niet KO gaan, knock-out. Dat willen we niet. Knock-out? Knocking? Wat? Oh! Shiny? Shiny, aapje. Ik weet niet welke. Ik denk vuur, denk ik. Pansage. Seer. Oh, dan de grass one. Oh, Pansier. Nee, Pansier is volgens mij... Ja, volgens mij heb je gelijk. Is dit guaranteed capture? Santaloon Forest? Oeh, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik zou zeggen, gooi een bal. Maar het is fire, hè? Dat weet je als zeker? Als hij een vuurtje op zijn hoofd heeft. Ik denk het. Game Boy Luke. Kabooming. Lekker. Ik heb zo'n shiny in. Nice. Wel echt dus een kut aap, maar goed, hè, boeien. In Santaloon Forest heb je in ieder geval... Ja, ik zou nu blij zijn met alles, als ik jou ja. Wat is... Kijk, meestal noemen we Fire-type Zuko, maar ik vind dat een beetje... Oh, ik weet het al. Tuurlijk, hij is blauw. Dus dan is er maar één oplossing. Azula, oh mijn god, Sandrine. Wow, je bent zo slim, hè? Hoe doe je dat? Ik ben echt een slimpie. Wat nu als ik nog een shiny krijg? Dan is dat niet een ding, hè? Nee, helaas. Ga jij nog hier in de bos ook echt shiny hunten of ga je gewoon door? Uiteindelijk wel, want ik moet meerdere shinies hebben als ik die case match inga. Ja, zei je nou case match? Nee, dat zei ik niet, maar... Ah, shit. Vanaf nu is het een case match. Een case match. Rafael, eigenlijk moet ik nu die Sage. Oeh, een Pampoer. Of die Azula moet ik. Ik weet niet. Na de eerste gym krijg je XP share. Oké. Dat wou je vragen, toch? Ja, ik wou zeggen of we die al meteen hadden. Inderdaad, wat doe je? Reading my mind, ik vind het eng. Ik ben zo slimpies, dat weten we wel, hè. Maar dan een slimpieing. Een binary, kaboomy. Quaking attacking.
Hij kan heel snel attacken. Moet jij straks eens opletten. Switching and upping. Is in X en Y niet dat je per ongeluk mensen kunt healen als ze veel health zijn? En dat het je een beurt kost? Volgens mij is dat X en Y. Volgens mij is X en Y de enige Pokémon game die dat doet. Ja, dat zou best kunnen. Weet ik eigenlijk niet. Het gebeurt me heel zelden dat het gebeurt. Ik weet niet, ik zag ooit een Nuzlocke daarop fout gaan. Dat zeg maar... ja, hij was in de final battle. En hij ging healen. En toen was het zo van... Kut, ik druk te snel op A. En ik heb de verkeerde geheeld. En dat kostte een turn. En toen was hij... Toen ging daardoor een Pokémon dood. En heeft hij niet kunnen healen. Waardoor uiteindelijk hij helemaal... Alles dood ging. Ja. Big oof. Bij de champion ook. Als dat niet was gebeurd... Oh, bij de champion ook. Ja. Oh. Als dat niet was gebeurd, had hij misschien ook nog wel gehaald ook. Bij de champion ook. Dan heb je een kut leven. Ja, ik ben blij dat het mij niet gebeurt. Maar ja, dat moet ik niet te hard zeggen. Want bij mij gaat het waarschijnlijk ook zoiets gebeuren. Summary. Nee, check moves. Wat doet Play Nice? Ja, dat is kut. Doe je heel aardig spelen. Dat is kut. Zoals ze dat noemen in het Engels, cutting. Cutting. HM01-ing. Growling. Bro. Don't letting my attack falling. Grauw. Mag ik een growling? Ben jij zo'n growler? Want jij bent alleen maar aan het growling. Ik grom. Grauw. Grom. Ik word hier zelf... Ik ga hier zelf ook bijna van grommen, ja. What the frick. Weet je dat ik eerst dacht van... Wat is dit? Hoezo ziet deze... Semi-poor zo raar uit? Of hoe heet die? Semi-seer, ja. Of Panseer. Panseer. Ik dacht, hoezo ziet hij er zo raar uit? Omdat hij natuurlijk dezelfde kleuren heeft. Hij is blauw, die Fireman. Hij is blauw, blauw en nog eens blauw. Daarom noemde ik hem ook Azula. Mm-hmm. Dus ik had eerst niet eens door dat het shiny was. Dat is niet heel slimpie. Ja, hoe moest ik het weten? Ik zag gewoon Pokémon. Ik zag gewoon een aapje die blauw was. Dus dat had wel... Dat moet wel... Pen... Spoor zijn. Mm-hmm. Maar dat niks anders op te doen. Maar ja, dat was niet. En toen was het gewoon zo shiny. En tot nu toe heb ik ook niet heel veel geluk gehad in deze game met shinies. Al heeft dat nu wel weggetrokken. Omdat ik echt in 19 encounters waarschijnlijk ongeveer... Meteen zo'n schijnende Pokémon tegenkwam. Manning the Poke. Ja. Stringing the shot? Nee. Hoe durven ze? Ja, dat vroeg ik me dus ook al af. Tackle, geen crit. Oké. Die Caterpie luistert wel. Deze wil ik shiny. Nee. Lisa luistert. I love it when my Pokémon do luistering. Dat snap ik wel, Eng. Weet je wat ik ook love? My Pokémon do be healing. En dat doen ze, kan ik je vertellen. Vertellen. Dat is fijn, dat je me dat even vertelt. Ik zal het je even vertellen. Zal ik jou eens even wat vertellen? Over Phineas en Ferb en het strand uit het feestje toevallig? Elke dag stapt mijn broer dezelfde vraag. Echt? Wat zullen we eens doen vandaag? Wat? Nog een shiny? Nee, grapje. Ik ben aan het cutting. Ja, dat ben je wel van mijn Gwenting. Ja, één. Oeh, een Fletchling. Wauw, een Fletchling, dat is een Engelse Pokémon, hè? Ja, dat is een Engelse Pokémon. Ook een van de weinigen op zich. Vooral in latere gens. In het begin, in gen 3, goed bezig met de Ing Pokémon. Zeker Ing. Of was dat gen 3? Slaking. Wacht.
Gen 2 was het Ursaring, Slowking. Ja. Ja, maar in het eerste hadden ze... In Gen 1 hadden ze Nidoking, Seaking. Seaking, oh ja. Ja, dus... Ah oh nee, dan heb je niet echt... Maar daarna... Sander, dit gaat nog heel spannend worden, denk ik. Want? Deze wilde trainer... wilde trainer... Deze trainer... heeft een Tyrant. En die Tyrant is een rock-Pokémon. En ik heb alleen maar een fire-Pokémon. Ik moet hem gewoon burnen met Ember. Dat zou ideaal zijn. Ja, maar hij is ook nog dragon. Of niet? Ik denk het wel al, ja. Dat is ultra kut. Niet te farmen met ultra sun. Ultra kut en moon? Ja. Bunnelby? More like Bunnel dood. Ah! Snap je? God. Want hij is dood. Dat is grappig, want hij is dood. Aha. Ik heb het gevoel, hè? Iets zeg mij, dat jij hem niet zo heel grappig vindt. Ik weet niet waarom. Dit is een helderziening. Helderziening? Dat is Engels. Oké, de Tyrant is dood, gelukkig. Je bent een toppering. Oh, maar dan ga ik ook nog wel moeite krijgen, want als het ook Dragon is... Ben jij niet alleen route 3? Nee. Ik dacht dat jij nog een beetje aan het going for the guy was. Ja, heb ik wel geprobeerd, maar ik heb het gevoel dat ik daar dat het me beter is voor mij om heel even naar de Pokémon Center in de volgende stad te gaan. Oh, ik ben steeds naar de Pokémon Center in de oude stad gegaan. Want ik was in route 1 nog een beetje aan het checken voor de Shiny Inks. Slim, op zich. Want dat moeten we zo meteen toch doen, want ik ga niet met maar één Pokémon de gym. Ja, nou daarom dacht ik ook van, oh, je bent nog wel eventjes in de forest. En als je dan zegt, zie, ik heb een shiny. Nee. Dan zeg ik, yo. Dat is wel heel waarschijnlijk hoe het gaat. Door. Ja. Ja, nou, dus dan ga ik door met mijn leven. Of ik moet zeggen, zie, ik heb een shiny. Dat kan ook, hè, dat kan ook. Nou, heb je altijd nog een derde route om je shiny te vangen. Seizing. Dekkel, deze pitje, de tackle op me. Dat vind ik niet zo boggerings. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk de aflevering gaan beëindigen, Sander. Dat mag. Als okay. Ik even deze pitje mag verslaan. Dat mag. Oh, die Penseer krijgt niet zo veel XP erbij. Maar sluit de aflevering af. Bedankt voor het kijken van de eerste aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Lock. Tot de volgende keer. Adios, amigos. Thank you.